Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur mag in het vernieuwingsproces van het onderwijs rekenen op ondersteuning van het Kinderfonds van de Verenigde Naties. En dat is de UNICEF. Dit kwam naar voren bij het bezoek van de Regional Director voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, Jean Gau, aan minister Marie Levens. Gau, die op vrijdag 1 april 2022 te gast was op het ministerie, vindt dat de vernieuwing nodig is, aangezien het oud systeem afgestemd was op slechts een derde van de bevolking. Ze is het eens met de bewindsvrouw dat Suriname niet alleen uit de kustvlakte bestaat. Uit Gau's ervaring is gebleken dat jongeren regionaal bijna geen heil meer zien in het afronden van een studie. De aansluiting op de lokale arbeidsmarkt is immers slechts. Minister Levens verzekerde haar dat er in Suriname wel degelijk rekening hiermee wordt gehouden. De bewindsvrouw wil daarom gaan naar een onderwijsvorm waarbij er gewerkt wordt met de vaardigheden die de kinderen al hebben. Gau wilde verder weten als er naschoolse programma's voor achtergestelde kinderen in de pijplijn zitten. De minister is voornemens om dit te doen. Alleen zijn er vooralsnog geen financiën beschikbaar. We kunnen de leerlingen niet tot 5 uur houden zonder ze een lunch aan te bieden. Dat kost geld, aldus minister Levens. Er moet ook een budget komen voor het betalen van overuren aan de leerkrachten of het in dienst nemen van extra krachten.